Ja, voorzitter, zonder moralistisch te willen zijn en zonder te vervallen in de kleutertaal die de heer Baudet hier bezigt. Ik vraag me af, voorzitter, wie eigenlijk Oekraïne is binnengevallen. Ja. De heer Baudet. En ik hoor de heer Baudet hier doen alsof Rutte dat heeft gedaan. De heer Baudet. Alsof anderen dat. Wie is nou Oekraïne binnengevallen? De heer Baudet. Nou ja, inderdaad, ik ben blij met deze vraag, want dat biedt me ook de kans om iets te zeggen over wat ik nog wilde zeggen in mijn speech, namelijk over de uitweg, de oplossing. Wat we denken, het heeft er alle schijn van dat het Russische leger Oekraïne is binnengevallen. Na verzoek van de inwoners, of in ieder geval de vertegenwoordigers van Donetsk en Lugansk, om hen te hulp te komen. Maar wat is nou de uitweg? Hè? Wat is de oplossing uit deze situatie? Is dat Rusland op de knieën dwingen, zoals Napoleon geprobeerd heeft, zoals Hitler geprobeerd heeft? Gaat dat lukken? Of is de oplossing om de tafel te gaan en eigenlijk te zeggen, weet je, dat ultimatum dat Rusland in februari nog stelde, het ultimatum dat Rusland in december al had gesteld, wat in de Minsk-akkoorden staat, het uitgangspunt van de diplomatieke betrekkingen, is Oekraïne een neutrale staat, een brug tussen Oost en West. Wat is daar eigenlijk op tegen? Ja. Volgens mij is dat het beste voor iedereen. En kan Nederland niet in plaats van deze oorlogstaal, deze misplaatste oorlogstaal, een vredesgezant, Jan-Peter Balkenende, die kant op sturen om dat verhaal te promoten? De heer Kusuh, tot slot. Nou, voorzitter, als we het hebben over kinderlijke illusies, Balkenende naar de Oekraïne sturen om het conflict te beslechten. Maar goed, dat is aan de heer Baudet. Precies, de vraag, voorzitter. Nee, niet. De heer Kusuh is aan het woord, meneer Baudet. Ja, voorzitter, de vraag aan de heer Baudet was, wie is eigenlijk Oekraïne binnengevallen? Nou, ik begrijp dat hij daar wegblijft en meteen probeert allerlei ideeën te opperen over hoe het conflict beëindigd zou moeten worden. Maar om een conflict te beëindigen, voorzitter, moet je natuurlijk wel de analyse juist hebben. En ik hoorde bijvoorbeeld, ik zag op Twitter een tweet van een Europarlementariër van Forum voor Democratie. En dan citeer ik letterlijk, Rusland heeft de NAVO maandenlang gevraagd om veiligheidsgaranties met betrekking tot Oekraïne. Dat werd weggehoond. Nu doet Rusland wat het heeft beloofd, haar veiligheid waarborgen met militaire middelen. En ik vraag aan de heer Baudet, is dat geoorloofd om een soeverein land binnen te vallen, de burgers te onderdrukken, te bombarderen, huis te houden, om je invloedssfeer te vergroten? De heer Baudet. Ik ben het eens met het citaat van Marcel de Graaf. Hè, dus Rusland doet inderdaad wat het heeft aangekondigd. En dat is heel erg verdrietig. Maar Rusland doet wat het heeft aangekondigd, ja. Is het geoorloofd? Ik denk dat u bedoelt, is dit te verenigen met de doctrines die geldend zijn in internationaal recht? Of? Maar wat betekent geoorloofd? Ik begrijp dit soort morele taal niet. Geoorloofd? Hoezo geoorloofd? Het gebeurt. Is het geoorloofd dat een wesp mij steekt als ik die wesp probeer in een hoekje te duwen? Is het geoorloofd? Je maakt een categoriefout. Ja, ik geef even je kunt niet moreel spreken over geopolitiek. Als je het gaat vergelijken met een wesp. Als er hier één wesp is, dan is het Poetin die Oekraïne keihard aan het steken is. Dat is wat er gebeurt. Uw vraag was, u wilde verduidelijking over wat ik dan bedoel met geoorloofd. Voorzitter, we hebben internationaal recht. We hebben territoriale grenzen van wat wij erkennen als de staat Oekraïne. Dan hebben we het over de Donbassregio, de regio's die door Poetin zijn erkend als onafhankelijke, zogenaamde onafhankelijke volksrepublieken. We hebben de Krim en we zien dat er vanuit Wit-Rusland ook wordt aangevallen. Ja. En ik vraag aan de heer Baudet, is dat volgens de heer Baudet geoorloofd? De heer Baudet. Ja, dus als ik de vraag van de heer Kusuh goed begrijp, dan doelt hij dus binnen het internationaal recht. Daar doelt hij op. Dus binnen de leerstellingen die wij het internationaal recht plegen te noemen, past dit wel of niet daarbinnen? Dat bedoelt u dan toch? Ja, bedoelt u dat niet? Het probleem is dat het klassiek internationaal recht gaat inderdaad uit van de soevereine gelijkwaardigheid van staten. Alleen precies dat internationaal recht is de afgelopen 30 jaar door de NAVO-landen volstrekt ondermijnd. En de NAVO zelf heeft een activistische, ik zou willen zeggen agressieve, regime change agenda omarmd. Bijvoorbeeld in Kosovo, bijvoorbeeld in Libië, bijvoorbeeld in Afghanistan. Dus het hele principe van soevereiniteit wordt juist door de NAVO-landen al helemaal niet meer gerespecteerd. Is het dan raar dat Rusland zegt, wacht even,
dit land, wat de bakermat is voor historische redenen van het Russische Rijk, de helft van de bevolking is Russisch, het is essentieel voor onze geopolitieke veiligheid enzovoort, dat dit een brugfunctie vervult in plaats van dat op enkele minuten afstand van Moskou zometeen nucleaire raketten komen. Dank is wel. Dat zo raar? Zijn wij ineens... Ja, ik ga je even onderbreken. Ik vroeg u om iets korter te reageren.